Kooi Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Veldhoven Waterfilm. En uiteraard, kijk, we hebben vorige keer gesproken over wat belangrijk is met het opstarten. Dat is filter. Ja. Dat heeft te maken met je waterkwaliteit. Ja. Je filter moet opstarten, maar start er dus niet goed op. Kan het zijn dus dat je probleempjes krijgt met je vissen en je wil graag weten wat is er nou aan de hand. En dus een microscoop is eigenlijk onmisbaar. Het is ook een fantastisch leerzaam apparaat. Ja. Het is, ik mis toch dat intro muziekje bij, voor mij. Gewoon om er even in te komen en dan te zeggen welkom bij aflevering 14 van seizoen 2 van de Kooi Podcast. Welkom Egon, welkom Robert. Ik doe in mijn ogen. Ja, ja. Goedemorgen. Je zit me aan te kijken. Ja. Zijn we begonnen? We zijn al begonnen, ja. Zit er wel onder, maar ik hoor hem nooit. Oh, je hoort hem nooit. Nee. Ik moet het in mijn hoofd even een beetje afspelen. Nee. Wit met een zwarte das. Ja, wat leuk. Een chic. Ja, vind je chic? Ja, vind ik wel chic. Oh, wat leuk. Ja, een beetje... Ja. Reden? Of gewoon... Nou, nee, ja, de reden is dat ik de vorige keer had ik een blauw shirt en weer twee andere dassen. En nu deze dag dacht ik van, ik doe een wit shirt aan en ik neem een zwarte das mee. En dan doen we dat zo. Ja, das en strik. Ja, een strik. Ook omdat, zeg maar, die andere strikken die je beloofd had, die zijn er allemaal nog niet. Nee, die zijn besteld. Dus het maar wordt een beetje eentonig. Het moet uit een ver weg land komen, dus niet even. Ja. Dus, natuurlijk wit-zwart, Shiro, Otsuri, altijd mooi. Altijd leuk. Ja, zeker. Heel goed. We beginnen bij Robert met zijn kooi-moment. Oh, kooi-moment. Ga eerst even naar Egon, want ik had hem net, maar het schiet me nu eventjes even niet te binnen. Het was zo mooi. Ja, nee. Het is echt wel een moment suprem dat je maar denkt van nou? Wat ik had een kooi-moment. Oh ja, wel. Ik heb hem wel. Mijn kooi-moment heeft te maken met meten is weten. Wij hadden een tijdje geleden hadden wij vissen geconstateerd dat ze symptomen hadden van huidworm. Ja. Welke symptomen? Nou, gewoon wondjes. Kleine plekjes. Net geen wondjes, maar geïrriteerde schubben. Toen hebben we de vis hebben eruit gehaald. Hebben we afstrijkje van gemaakt. We hebben met z'n drieën hebben naar die microscoop zitten kijken. Of naar het glaasje kunnen kijken. En we hebben helemaal niks kunnen vinden. Vervolgens de volgende dag hebben we toch nog maar voor de zekerheid een andere vis hebben eruit gehaald. Hebben we daar een afstrijkje van gemaakt. Waar eigenlijk niks op zat. Hebben we daar een afstrijkje van gemaakt. Ramvol met huidworm. Dat meen je niet. Ja. En echt, we hebben echt met z'n drieën zitten kijken. En dus behandeld. En die eerste vis wordt dus nu ook, ging ook weer goed. Maar heb je dezelfde plek de afstrijkje gemaakt? Inderdaad. Wij doen standaard bij de kieven, bij de anus en aan de zijkant en de rug. Dat doen we standaard. Ja. En we hebben echt gewoon niks geconstateerd. Ja. Dus mijn kooi moment van de week is eigenlijk een soort... ik heb een beetje jeuk. Maar mijn kooi moment is eigenlijk een beetje een eye-opener voor de hobbyisten. Controleer het goed. Maar ook andere vissen. Ja, die ook andere vissen. Vertonen. Ja, kijk, we wisten dat er iets aan de hand was. Ja. Dus je moet gewoon blijven zoeken dan, totdat je het hebt. Inderdaad. Ja. Dus je ziet de symptomen. Dan moet er dus wat aan de hand zijn. Dan moet je dus niet te snel opgeven van, er zit niks op. Dus het zal wel kloppen. Wat je heel vaak hoort, is natuurlijk dat mensen denken, het zal dan wel bacteriologisch zijn. Ja, daarom. Op de microscoop niet zien. Nee. Ja. Ja. Klopt. Ja. Mooi. Dus vertrouwen op je eigen kennis. En 9 van de 10 keer is het alleen de waterkwaliteit die niet goed is. Ja. Leerzaam. Dus dat was mijn kooi moment. Zullen mensen blij mee wezen. Ja. Hartstikke goed. Ja. Ja. Egon. Zal ik mijn... Nee, ik doe mijn... Nee, Egon heeft een mooie... Ja, mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Dus dan mag jij vandaag als laatste. Mijn kooi moment is dat ik eigenlijk een vraag heb voor de kijker. Want ik had hier vorige week een vertegenwoordiger van een Belgisch-Frans bedrijf. Die hebben een... nieuw product waarmee je waterkwaliteit heel nauwkeurig kan meten. Ook kan opslaan, kan e-mailen, kan bijhouden in een grafiekje. Maar dat is een heel duur apparaat. En nu is de vraag of jullie, als je hier bent, er bereid toe zou zijn om te betalen voor een watertest. Kijk, we kunnen natuurlijk watertesten met de druppeltesten. Die kun je altijd bij ons doen, is gratis. Mm-hmm. Is niet nauwkeurig. Hè, is een indicatie. Indicatie, ja. En dit apparaatje geeft het tot 2 cijfers achter de komma nauwkeurig. En hij is super accuraat, zeg maar. Dus we hebben hem getest met andere apparaten. Ja. En hij... Laat ik het anders vertellen. De vertegenwoordiger was hier. Ja. Ging ons water testen van de bak bij het kantoor. Ja. En daar kwam uit dat de KH 5.7 was. Toen dacht ik, zei ik ook tegen de vertegenwoordiger, ik zeg, dat kan niet kloppen. Want we hebben hier KH van 11 uit de kraan. Ja.
Wat ik even niet wist, maar gelukkig Jeroen, die werkt wel, want die houdt dat netjes bij, is dat de verversing even uitstond. Vanwege temperatuur, nou, noem maar op. Dat wist ik niet. Dus ik denk, ga toch even dat water natesten met een druppeltest. En verrek, tussen de 5 en de 6 druppels sloeg die om. Dus dat is perfect. En achteraf ook te verklaren waarom die lager was. Ja. Maar goed, het is een heel mooi apparaat. We kunnen dat dus heel nauwkeurig meten. Alleen mijn vraag is, zou je daar 15, 20 euro voor willen betalen voor zo'n watertest? Ja, dus wat zo'n apparaat is niet, niet goedkoop. In de opmerkingen van deze video. Want we kunnen dat niet gratis doen met dit apparaat. Want het is gewoon een heel duur apparaat. En ook de waarmee je meet, kost geld per keer, zeg maar. Dus ja, we moeten daar echt wel iets voor gaan rekenen. Ja, ja. Maar gaan we alleen doen als mensen dat willen. Ja. En welke waarden? Meet die meer waarden dan de standaardtest? pH, KH, GH, fosfaat, ammoniak, nitriet, nitraat. Alles. Ook nog ijzer of dat soort zaken? Nee, ijzer niet en zuurstof niet. Maar die kunnen we met een meter hier meten. Dat, doe je dat dan moet dan je eigenlijk ook ter plekke doen, hè? Want als je water meeneemt... Ja, dat is niet handig. Zuurstof moeilijker te meten. Ja, en je ziet ook op verschillende plekken in je vijver is de zuurstofwaarde anders. Ja, en je krijgt dus aan de hand van die meetwaarde op dat systeem, krijg je direct een advies. Ja. Wat je en wanneer je zou kunnen toevoegen om hem weer goed te krijgen. Dus ja. Ja, wat je... Nou, we waren wel onder de indruk van de... Van het apparaat. Ja. Ja, het doet me een beetje denken aan de JBL-testset met die strip die je langs die blokjes legt. Mm-hmm. Daar krijg je op de app krijg je dus ook adviezen. Nou, zo moet je zien. Alleen dan is de JBL-test een indicatie met de strip. Ja, ja. En dit is een nauwkeurige versie. Ja, 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 ja. En JBL is natuurlijk geënt op JBL-producten. Ja. Ja, dan er staat bijvoorbeeld als je KH te laag is, dan moet je JBL-product... Ja. Ja, natuurlijk. KH plus. Dat is bij dit apparaat natuurlijk ook. Oh, is dat zo? Maar de mensen zijn nog steeds vrij om te kiezen welk KH of GH product ze gebruiken. Maar goed. Ja. Hey, interessant. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ja, knetterduur apparaat natuurlijk. Ja. Werkt het met fotosynthese? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is altijd nauwkeuriger. Want je hebt ook van die micrometers. Ja. Micro Plus of zo heette die dingen destijds. Die heb ik zelf ook gehad. Ja, het zijn ook wel apparaten, daar betaal je... Ik geloof bijna 400 euro voor. Ja. En dan nog al je losse testjes. Ja. Die moeten er ook nog allemaal bij. Ja. Dus dat zijn... Ja, die fototesters met... Die eigenlijk door het water heen kijken als het ware. Dat zijn wel... Kijk, de nauwkeurigheid kun je vergelijken met de Hanna Pocket testen. Ja. Ja, dus alleen in één keer heb je alle 7. Ja, je hebt alles tegelijk. Ja. Ja. Dus dat is wel een... Een mooie. Dus het zou misschien wel aardig zijn als je het echt niet vertrouwt. Of als je die spullen niet hebt. En je komt toch hierheen om naar de vissen te kijken. Ja, er zijn heel veel mensen die hier komen om vissen op te halen. Ja. Gewoon je water meenemen. Ja, en kun je een hele nauwkeurige test laten uitvoeren. Ja, mooi. Dus dat is mijn kooi momentje. Heel mooi. Egon. Ja. Nou, mijn kooi moment is wat ik las. Is een bericht van Klaas-Jan Torenbos op Facebook. Ja. Vorige keer aangegeven dat ik niet heel veel doe op social media. Ik ben niet heel erg actief. Maar ik kijk nog wel eens... op Facebook. En dan kijk ik 1,5 minuut of zo wat er voorbij komt. En wat ik leuk vind, dat vind ik leuk. En de rest skim ik. Ja. En dan ben ik alweer klaar. Maar toen zag ik een bericht van Klaas-Jan Torenbos voorbij komen. Over een kooishow Noorderlicht. Die hij mede organiseert. En nou, we gaan straks over kooishows praten. Dus ik denk niet dat het dan zozeer gaat over de diepgang daarmee. Maar wat ik ontzettend leuk vind is dat Klaas-Jan... die heb ik leren kennen op de Kooishow Noord. Ik denk 3 jaar geleden. Ja. Ja, ja. Zoiets is. Ja. En daar deed Klaas-Jan toen mee met vissen. En we hebben even eerste keer was dat inderdaad. Ja. Ja. We hebben even leuk staan praten. En hij had een aantal vissen ingezet. En hij was er met zijn vrouw en zijn dochter. Zijn dochter was helemaal gek van onze hond, Max. en daar heeft ze het nog steeds over. Van als we ze tegenkomen, van, ga je naar die kooishow toe? Ja of nee? En als je gaat, neem Max dan mee. Dan kan ik op Max passen de hele dag. Trouwens, deze is de laatste keer op Arsje niks van terechtgekomen. Maar goed, dat is een kleine hint. Maar Klaas-Jan deed dus mee met die kooishow. En vissen ingezet. En hij won heel veel prijzen. Ja. En Klaas-Jan... Is een grote kerel, maar was daar heel erg emotioneel om. Ja, en dan denk ik van, nou zie je de echte mens achter de hobbyisten eigenlijk. En dat vond ik zo mooi. En iedere keer als we hem tegenkwamen op shows, hè, en dat gebeurde gewoon, dan is het altijd heel hartelijk, hartelijk gesprek. Een heel leuk gesprek, ook heel openhartig, want hij heeft kent ook zijn problemen in zijn vijver. Ja. Ja, dus je zet vissen in op een show. Je wint prijzen, je probeert je vissen in fantastische conditie te houden. En toch heb je wel eens problemen. En de laatste keer dat die problemen had, waren een beetje onverklaarbaar. En eigenlijk ook niet precies te achterhalen. Uiteindelijk hebben ze wel iets gevonden
waardoor zijn vissen dus goed deden. Maar Klaas-Jan gewoon een hartstikke leuke kerel. Ik zie ook. Open. Ja. Emotioneel, en dat mag ook. Hè. Er was als vroeger zo'n liedje of zo van echte mannen huilen niet. Nou, dat is complete onzin. Ja. Nee. Dat gaan jullie vanzelf al merken als je wat ouder wordt. Want hoe ouder je wordt, hoe emotioneler je ook wordt. Ja. En dat vond ik gewoon hartstikke leuk dat hij dat georganiseerd heeft. De passie die hij heeft voor de hobby. Ja. En ja, dat was mijn kooi moment van de week. Ja. Dat, echt, dat is nou hartstikke leuk. Ja, leuk. Ja. Ja. Nou heeft Klaas-Jan wel, als iedereen op Facebook gaat zitten kijken, Klaas-Jan zei wel van Egon, is dit misschien een leuk kooi moment van de week? Over de kooi show, ja. Over de kooi show. Ja. Dus bij deze al een beetje de kooi show. Ja, een beetje de kooi show. En toen schreef hij van, is dat misschien een leuk kooi moment van de week? Ik denk, dat is zeker een leuk. En daar had ik zelf ook al aan gedacht, hoef je mij niet op patent te maken. Maar, dus, geweldig, hartstikke leuk. Ja, ja, nou we gaan het zo hebben over die kooi show. Over die ook, hè. Want we gaan ze eigenlijk deze aflevering... Allemaal? Bijna allemaal? Nee, bijna allemaal gaan we ze af. Ja. Zeker waar wij staan. Ja. En eigenlijk de allereerste kooi show die er is, is de BKS. De Belgium Kooi Show. Dat is onze mediapartner Kooi 2000 natuurlijk. Die is mede organiseert met de Belgische Kooi Vereniging. Ja. Die is... Weet ik. Ja. Want ik zit zelf in Japan dan, dus wij zijn er helaas niet bij. Maar die is 20 en 21 april. April. Ja. Dus wij vliegen 18 april weer naar Japan. Oh ja, dat klopt, ja. En dat weekend is de BKS. Ja. Mocht je daar meer informatie over willen, ik zou zeggen, kijk op de website van Kooi 2000. Kooi 2000, dan ga je dat zeker vinden. Ja. Er doen altijd een goed aantal serieuze hobbyisten aan mee. Ja. Dus altijd goede vissen, hoge kwaliteit. Hij heeft ook wel een beetje een naam natuurlijk. Mm-hmm. Samen met nog andere kooi shows. Maar, Ja. Dat is de... Want het hele rijtje ligt hier, hè? Ja, waar we flyers van hebben, die ligt hier. BKS hebben we trouwens ook. Ja. Maar ligt hier niet? Nee. Dus die plakken we even in de video. Ja. Ik kijk even naar Joost, die krijgt daar een plaatje van. Die plakken we erin. Gaan we voor alle kooi shows doen, hoor. Dus je krijgt daar even een... Ja, de informatie. We zetten het ook even in de reacties eronder, zodat je kan doorlinken naar de juiste website. Ja, precies. Ben je ooit bij de BKS geweest? Nee. In het verleden? Nee. Dat is natuurlijk al jaren. Nee. Het is wel iets... Ja, het ligt ook een beetje aan de data natuurlijk dat die shows zijn. Ja. En, heb je wat te doen dat weekend? Want we moeten afgevaardigden van de Kooi-podcast heen natuurlijk. Van april? Nee, ik kan niet. En Robert heeft de winkel. Dus. Het zou kunnen. Maar dan moet ik even met John de Mol bellen. Of die niet ook iets had gepland. Oké. Nee, dat snap ik. Nee. Maar op zich... Ja, het zou kunnen. Maar nooit geweest dus? Nooit geweest, nee. Ik heb wel begrepen dat het een hele leuke show is. Het is natuurlijk een eindje weg. Maar, afvliegen. Van afvliegen. Bier, ja, geweldig. Ik moet meteen denken aan die ridders van... Van vechten gaan we lekker bier brouwen. Ja. Afvliegen. Ja. Dus dat is de eerste. Ja. Dan gaan we even iets verder. Want dan zitten we alweer in mei. Ja. En dan hebben we... hier een kooi show, 20 mei, dat is de tweede Pinksterdag. In Sneek. Hier op het terrein. Ja, buiten op het terrein. Ja. Natuurlijk ruimte zat om daar vaten neer te zetten. Ja. En dat is de Jong Holland Kooi Show van de vereniging, de NVN, de Nissieke Kooi Vereniging Nederland. Ja. Die hebben een aantal shows online in de winter. De Jong Holland Kooi Show in het voorjaar altijd, dat is altijd bij een dealer op locatie. Mm-hmm. Daar zal ik zo wat meer over vertellen, want dat is geen kooi show voor vissen van 80 centimeter. Het is ook de Jong Holland Kooi Show, dus het gaat om de wat jongere vissen. Tosai Show kun je het niet helemaal meer noemen, want je mag vissen inzetten tot en met 65 centimeter. Mm-hmm. Daarboven mag niet. Ja. En die is dus hier op het terrein. Zit elk jaar heel snel vol, maar de inschrijving is net geopend. Ze hebben 30 vaten die dus allemaal hier op het terrein komen te staan. Ja. En als je wil meedoen, kun je je aanmelden... Via, komt ie, want dat is wel even belangrijk, info@hollandkooishow.nl. Daar kun je je opgeven voor een vat. Welke klassen zijn er dan? Want dat is anders dan bij de grotere shows. Ja. Ik ga ze even opnoemen. Kohaku, klasse. Maar dat is zowel Doitsu als Tanshou. Oké. Okay. Als geschrupt. Ja. Jinrin. Nee, Jinrin niet. Oké. Okay. Sanke. Hetzelfde, inclusief Doitsu Tanshou. Showa zit samen met Shiro Tsuri in een klasse. Inclusief Doitsu en Tanshou. Mm-hmm. Dus een Doitsu Shiro Tsuri zit in dezelfde klasse als een gewone Showa of een Tanshou Showa. Jinrin. Alle vissen met Jinrin, inclusief Doitsu. Dus als je een Doitsu hebt met op de bovenkant nog Jinrin schubben, valt hij ook in de Jinrin klasse. Okay. Ja. En niet in de Doitsu klasse.
Het is heel overzichtelijk dit namelijk, want we hebben nummer 2. Dus Hikari, alle metallic vissen. Ja. Ja. Inclusief Doitsu. Ja. En dan hebben we nog de Kawarimono, dat zijn alle overige variëteiten. Oh ja. Ja. Dus de Ochiba, Shagoi, ze vallen allemaal in de andere klasse. En dan kun je vissen inzetten vanaf 20 centimeter. Dat is size 1. En size 1 loopt tot met 35 centimeter. Dan hebben we size 2 is van 36 tot 50 centimeter. En dan size 3 van 51 tot 65 centimeter. En daar stopt het dan ook. Ja, tot en met 65 centimeter. Ja. 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 Maximaal, en daarom is het een leuke show om aan mee te doen, want de vaten zijn kleiner, omdat het tosai vaten zijn. Ja. Mag je maximaal 2 meter vis in je vat hebben, of 5 vissen. Oh, ja. Dus je kan makkelijk 5 tosai of, hè? Ja. Of 3 vissen van 40, dan heb je prima vat vol. Ja. Wij zorgen natuurlijk voor een hapje en een drankje overdag. Mm-hmm. En er zullen wat leveranciers aanwezig zijn voor het ja, zodat je de producten promoten van de... Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn ook sponsoren van de show. Ja. Dus die zullen we ook vinden hier op het terrein. Ja, ja, leuk. Ja, heel leuk. Leuk dat het een keertje hier in het noorden is. Ja. Ik hoe lang begint het? Ja, heel goed. Het is dus op 20 mei. En de show is van 10 tot 6. Als je meedoet met de vissen, moet je die brengen tussen 9 en half 10 hier. Nou, dat is op zich, dan staan alle vaten staan klaar, dus ervoor op. Dat wordt allemaal het weekend ervoor al opgezet, zodat de vaten ook op temperatuur zijn. Hè, dus dat de vissen geen shock krijgen of wat dan ook. Mm-hmm. En tussen 9 en half 10 brengen. Nou, dat is op zich nog te doen als je wat verder moet rijden om naar het noorden te komen. Ja, half 10 is op zich. Ja. Nou ja, op zich goed te doen. Parkeerruimte en dat soort zaken? Hebben we genoeg hier. Heb je? Oh, okay. Ja. Zoek alleen nog een parkeer. Begeleider, hoe noem je dat? Verkeersregelaar. Verkeersregelaar, ja precies. Ja. Nou, daar weet ik nog wel wat mensen voor. Ja? Nou, graag. Jullie zijn altijd betijds. Dus Oké. Dus een netje anders. Als je hebt ingeschreven, krijg je een bevestigingsmail terug met daarin ook alle regels nog een keertje. Ja. Welke vissen, welke categorieën, hoe laat je er moet zijn. Ja. Noem het allemaal op. Ja. Tot 6 uur dus, zeg je? Ja. Dus na 6 is het afbreken en... Ja, vissen inpakken. Wij hebben natuurlijk hier zuurstof. Dus we zullen helpen met inpakken. Dat is allemaal geen probleem. Ja. Ja. Ook als je zakken niet meer hebt, dan kunnen we allemaal in voorzien. Dat is allemaal geen probleem. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor mensen die misschien voor het eerst mee willen doen. Ja. Het is natuurlijk een beperktere groep sizes en variëteiten. Ja. Dus het is hartstikke leuk, denk ik, ook om mee te doen. Nou, en wat leuk is er zijn al 2 certified judges van de ZNA. Ah. Namelijk Bernie Woelens en Toen Feijen komen jureren. Oh, dat zijn gecertificeerde juryleden. Ja. Dus het gaat wel echt, het wordt wel, dat is op zich leuk natuurlijk. Ja. Hè? Het is wel een serieuze prijs die je kan winnen daarmee. Ja. Dus, en een serieuze beurs. Een serieuze show. Ja, want er staan verder geen standhouders bij, zeg maar. Nee. Wij staan hier natuurlijk. Ja, en de productpromoters. Ja, en de productpromoters. En wellicht dat er nog wat dealers uit de buurt hier ook even komen om... wat producten te promoten. Wat van hun winkel te laten zien. Ja. Verwacht je aanbiedingen? Aanbiedingen? Ja, leuke aanbiedingen voor de mensen. Vast wel. Hebben we nog niet over nagedacht. Nee. Hebben we nog niet we zullen wel een vat neerzetten om zelf te jureren. Dus we gaan 1 vat zelf opzetten waar we een x-aantal vissen van een variëteit in stoppen. Mm-hmm. Ja. Zodat mensen hier zelf kunnen jureren. En dat zullen we dan later aan de hand met... Ik hoop Toen Feijen dat hij dat wil doen, heb ik hem niet gevraagd. Kijken welke is nou de beste en... Ja, ja. Welke heb je... Ja. Hoe ga je het doen met Kooihuis? Die zal die dag geopend zijn voor het publiek. Ja, moet wel even. Ja, dat snap ik. Je kan ook zeggen van we doen bepaalde tijden. Ja. Dat een bepaald ja, maar we merken mensen... op zaterdag, als dan gaan we er met mensen kijken. Ja, ik weet niet of de vissen er last van hebben, want ze komen gelijk naar boven en willen eten. Dus... Ja, het is een beetje anders hè, show. Ja, show is wel anders. Er komen natuurlijk veel meer mensen tegelijk. Ja. Dus we gaan daar wel even over nadenken hoe dat... Ja, ik zou persoonlijk zeggen van doe dat dan op bepaalde tijden en in batches. Ja. Zo maximaal. Ja. Dat het niet de ram vol staat. Nee, precies. Nee, we moeten wel een beetje over het overzicht hebben. En, dan wordt het wel heel erg... dan geef ik hem even door. Want 4 dagen later hebben we de volgende koersje al. En daar weet Robert ook heel veel van. Want die is al jaren, gaat hij mee. Dus dan zou ik eigenlijk zeggen, Robert. Vertel jij hier het antwoord op zo'n Sander Herman mensen. Ja, dit is vinden wij een hele leuke beurs. Soms wordt er wel eens gezegd de leukste beurs. Maar 25 en 26 mei is in Oldenzaal. Op het Hulsbeek. Ja. Dat is een heel mooi park.
De European Koi Show. De naam is iets gewijzigd. Voorheen was dat... Euregio. Euregio Koi Show. Dus dat is nu de European Koi Show. Een redelijk overzichtelijke beurs. En met goede kwaliteit vissen. Hele hoge kwaliteit vissen. Wij vinden het altijd erg leuk daar. Het is altijd heel mooi weer. En heel goed geregeld altijd. Nou, dus het is ook heel gemoedelijk. Ja. Ja, en nou, dat vind ik een goed woord, ja. Heel gemoedelijk. Ja. Dus daar staan wij al een paar jaar. Ja, dat was de eerste show waar we heen gingen. Ja. En daar staan we nog steeds. Ja, klopt. En er gaat daar iets leuks gebeuren waar we nog niks over mogen vertellen. Nee. Maar het wordt voor het publiek heel leuk. Ja, oké. Okay. Ja, dat wordt echt heel gaaf. Ja. Dus sorry dat ik er niet meer over kan vertellen, maar dat zal in de aanloop naar de show toe, zal dat wel naar buiten komen. Ja. Maar ik denk dat het heel leuk is. Het is iets wat ik al jaren op show zou willen zien. Ja. Voor het publiek? Ja, mm-hmm. Voor het publiek. Dus, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt me ook niks meer zeggen we nee, dat klopt. Dus daar komen we nog op terug. Ja. Maar zeker dus, bezoeken waard. Dus betekent voor de mensen komen? Ja. Ja, ik denk dat het leuk is. Absoluut. Ja. Nou, het is echt een hele leuke beurs. Ja. Het is ook goed eten en drinken. Ja. Het is toegankelijk. Er zit water omheen. Dus je kan eventueel als het mooi weer is met de kinderen nog lopen, zwemmen. Ja, zwemmen. Ja. Doen. Ja. Het is relatief goed te rijden voor de meeste. Ja. En hoeveel, heb je enig idee hoeveel vats daar staan? Ja, dat hebben ze verteld, want ze waren hier afgelopen zaterdag. Veel? Ja. Volgens mij 80. Ja. 80? Maar dat moet ik een beetje met een... Ja, oké. Okay, niet zeker. Ja, ja. Wij zullen de juiste aantallen zullen we in de show notes. Ik zal even vragen. Ja, inderdaad. Maar ik vind het. Ik ben vorig jaar eigenlijk voor het eerst, voor de tweede keer geweest. Maar de eerste keer was heel lang geleden. Maar vorig jaar ben ik geweest. En ik moet zeggen, het is heel mooi opgezet. Je kan echt je auto goed kwijt. Staat goed aangegeven waar je heen moet. Ja. En wat je zegt, het is overzichtelijk. Ja. En de meeste standhouders die daar staan, die zijn allemaal echt lyrisch over die show. Ja. Dat vinden ze echt een van de leukste shows die er is. Ja, omdat het goed geregeld is gewoon. Het is wel goed geregeld. En al jaren hetzelfde. Dus iedereen weet ook gewoon hoe het werkt met in- en uitrijden, opbouwen. Ja. Dat is vaak op maar een show. Maar ontzettend veel vrijwilligers die daar hun inzet leveren. Ja. Ja, helaas gaan we dit jaar niet een podcast opnemen daar. Ook dat er verrassing was. Nee, we gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Nee, gaan we dit jaar niet doen. Nee, dat kunnen we altijd over een jaar, niet elk jaar. Nee, niet elk jaar. Ik heb nog steeds warm van vorig jaar in die tent. Dus, als het nou weer zo warm is, dan is het in. Ja, dat is ook een voordeel. Het is meestal mooi weer daar. Ja, hopen we dat dat dit jaar ook zo is. Ja, zeker. Ja, en ik ben zelf denk ik 26 mei aanwezig, zoals het nu eruit ziet. Dus mocht je Egon in levende lijf willen ontmoeten. Meet and greet met Egon. Meet and greet met Egon, dat zou kunnen. Ik ben dan jarig. Oh, en kijk. Jarig is trakteert niet. Dus kijk, kijk cadeautjes. Oh, Nou, daarom kom je. Oh, dat moeten wij ook niet vergeten hoor. Als je wel komt. Ja, dan moeten we even rekenen houden. Dat zijn de dikke minpunten. Ja, dat kan je wel vertellen. En een Facebook feest hier. En dan kun je wel even op JetGPT invullen van wat de consequenties zouden kunnen zijn. Leuke show, ik kijk er naar uit. Ik ook zeker. Ja. Hele leuke show. Ja. Goed geregeld. En dan komen we bij de volgende. Ja. De Koi Show Noorderlicht. Ja, Koi Show Noorderlicht. We hebben hele mooie... Een initiatief van een aantal hobbyisten, waaronder dus Klaas-Jan en Peter Boetes, hebben altijd een Koi Show hier gewild. Ja. Vorig jaar is er één niet doorgegaan. Toen hebben zij gezegd, dit gaan wij wel organiseren en gewoon goed. We gaan het gewoon doen. Want vorig jaar wilden we naar Luttelgeest. Ja. Ja. En dat is toen niet doorgegaan. Nee. En daar was jij wel heel sterk bij betrokken, of niet? Ja. Ja. En hierbij is organisatorisch was dat wat minder geregeld en ging dat niet door. Ja, ja. Maar dit is dus puur het initiatief van Klaas-Jan en... Er is een nieuwe stichting, vereniging opgericht. Oh ja? Ja, het wordt geen kooivereniging tot nu toe nog met een blad en dat soort dingen. Allemaal andere activiteiten. Ja? Nee, dit was een beetje als de... European Koi Show. Ja. Dus alleen een show, één dag om te beginnen. Ja. Want dat is heel verstandig, want een nieuwe show komt er natuurlijk heel veel bij kijken. Dus een nieuwe show. En er zijn wat andere dealers ook betrokken om te helpen met opbouwen en wat spullen beschikbaar te stellen. Gratis toegang. Gratis toegang. Ja. Is daar verder iets ook voor mensen die voor gezinnen die komen? Er schijnt in de omgeving heel veel te doen te zijn. Er is een speeltuintje, een tennisbaantje, zwembad zit ernaast volgens mij. Ja, een zwembad ernaast. Er zitten heel veel activiteiten ernaast. Restaurant, goed restaurant zit erbij en zit ernaast. Ja. Oh ja? Het ligt redelijk goed. Onderin Friesland-Groningen, zeg maar, daar een beetje
Ja, Drenthe. Samenkomt, Drenthe, daar in de... Ja, Bakkeveen. Tussen Sneek en Groningen in. Het is in Bakkeveen, dus als je googelt vind je het zeker. Ja, dus het is goed aan te rijden, zeg maar, vanuit... Ja. Ja, en ik zie van 10 tot 6 ook weer. Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk een mooi plaatje. En daarvoor de licht. Zij hebben een beetje de intentie om mensen kennis te laten maken met kooishows. Dat is leuk. Ja, nou doen wij dat natuurlijk al een paar jaar door te zeggen... wij doen een vat huren op een kooishow. En dan kun je een vis die je hier hebt gekocht... inzetten op een kooishow, zodat je met één visje kan meedoen. Of twee, maar niet je hele vijver met quarantaine, visje vangen, inpakken, allemaal stress. Want de mensen die niet weten hoe het moet, dat liever niet willen. Ja. Dat gaan we hier ook doen. Dus wij zullen in aanloop naar deze kooishow een x-aantal vissen beschikbaar stellen. Of je hebt hier al een vis gekocht. Oh, en veilen gaan we natuurlijk ook voor deze kooishow. Ja. Die nemen wij dan mee naar die kooishow. We nemen ze ook weer mee terug. Doen de quarantaine, regelen alles. En naar de hand kun je... je vissen ophalen als ze weer uit quarantaine zijn. Ja. Dus ook dit is weer een show waar je gewoon kennis kan maken met... alle klasses? Weet ik niet. Krijg ik nog opgestuurd. Okay. Maar ik zou zeggen, hou hun website in de gaten. Ja. En Facebook staan ze. Kooishow Noorderlicht.nl. Ja. Op Facebook, dan komt dat vast allemaal binnenkort ter beschikking. En ik zie hier trouwens... ik zie je Koi Question. Ja, ze hebben een aantal leuke... Koi 2000, maar ook KoiToday.nl. Ja, dat is van Joop van Tol natuurlijk. Van? Joop van Tol. Joop van Tol. Dat is zijn bedrijfsnaam, ja. Ja, ja. En Joop van Tol doet de wedstrijdleiding, dacht ik. Of de benching. Oh. Dus, Oh, mooi. Ja. Je weet natuurlijk wel hoe dat moet. Dus het is goed dat ze die erbij hebben. Het Koi Question van Thibaut natuurlijk, die online bereik heeft. En ook zal helpen, denk ik, met huisstijl opmaken en dat soort dingen. Ja. En Koi 2000 natuurlijk voor... de aandacht. Dat hebben ze goed opgezet. Ja. Dus ik... Benieuwd. Heel benieuwd. Ja. Ja. Zeker. Ja, dat is altijd spannend, denk ik, als je zoiets wil gaan organiseren. En de organisatie eromheen, maar ook de risico-inschattingen, denk ik. Dat je zeker. Zeker. Komt heel veel bij kijken, hoor. Ja, komt heel veel bij kijken. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Leuk initiatief, dus we hopen dat het allemaal... 29 juni. Ja. 29 juni. Ja. Juni, zaterdag. Juni. Ja. Ja, zaterdag 29 juni. Ja, het is net voor de vakantie hier in het noorden. Dus, ja, ik geloof dat de website nog niet online is, maar alle informatie staat wel op Facebook. Op Facebook wordt heel veel gedeeld. Ja, staat heel veel staat erop. Ja. 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 Mooi. En dan komen we bij de voor ons laatste show dit jaar. Ja. De bekende Holland Koi Show natuurlijk. Ja. Op een andere locatie dit jaar. Ja. Want na 31 jaar gaan ze weg uit Arsen. Nou, dit is wel pijnlijk. Het park is aangegeven dat ze een andere visie hebben op de toekomst en dat er geen plek is meer voor een Koi Show. Heel jammer natuurlijk, want het is een bijna iconisch terrein voor deze Koi Show. Iedereen die wat langer in de hobby zit, kent dit terrein natuurlijk. Ja. Maar goed, alleen de locatie maakt niet de Koi Show. Dus nee. Waarom niet op een andere plek? En dan gaan ze naar een plek waar al eerder een Koi Show is gehouden. Precies. Dus een bekende locatie voor veel hobbyisten. En dat is Appeltern. Ja. Voor ons scheelt dat een dikke uur rijden. Dus wij vinden het niet heel erg. En ze gaan terug van 3 naar 2 dagen. Nou ja, ik denk alleen maar goed. Want sommige hobbyisten kijken toch wel op tegen 3 dagen hun vissen in hun vat. Ja. Ja. Dus ik denk dat na 2 dagen terug helemaal niet slecht is. Nee. Dus, en zaterdag zondag? Zaterdag zondag, 9:30 tot 6. Ja. In Appeltern. Ja. Hele nieuwe opzet. Ja, Appeltern, dus daar ben ik de allereerste keer dat ik naar een show ging, was in Appeltern. Ja. En dat was... Koi 2000, denk ik. Ik weet niet of dat de eerste keer was. Het is wel Koi 2000, Ja, maar ik praat dus wel over 2004, 2005. Ja. Volgens mij zoiets. Ja, dat is dus ongeveer toen ik... Ja. Maar daar heb je ook heel veel tuinen, hè? Ja. Appeltern. Ja, Appeltern. Allemaal kleine tuinen aangelegd. Ja. Hartstikke leuk om daar rond te lopen. Ja. Inspiratie op te doen. Ja, zeker. Ja, dat is echt... Ja, inderdaad. Ja, ik ben ook heel benieuwd, want je hoorde natuurlijk de laatste jaren nog wel wat geluiden over Arsen, dat het toch een beetje terugliep. In de vorm ook van, vroeger gingen mensen natuurlijk naar een kooishow, barsten veel aanbiedingen en dat soort dingen. Ja, maar heeft dat niet gewoon een beetje met de tijd te maken? Kijk, ik denk ook dat het publiek wel... naar op zoek. Het publiek verandert wel wat, want voor een aanbieding hoef je niet per se meer naar een kooishow. Nee. En 20 jaar geleden wel. Ja. Want er was nog geen internet. Dus de aanbieding kreeg je op een kooishow. Dat is natuurlijk weg met internet. Dus ik denk dat de mensen die komen ook steeds meer wel voor de show komen. Ja. En kijken naar de kwaliteit van de vissen. Ja. Ja. En leuk dat je dealer er staat om een praatje mee te maken. Maar je komt niet per se meer voor een aanbieding. Nee, je komt niet voor aanbieding. Wat je wel voor die zijn er wel, maar
Ja. Ja, tuurlijk. Er zijn natuurlijk altijd mensen die... Tuurlijk. Maar niet meer zo extreem als vroeger. Vroeger liepen ze met bolderkarren en kruiwagens liepen ze rond. Maar ja, dat is al jaren niet meer. Nee. Maar het is ook wel een hele mooie ontmoetingsplek natuurlijk. Om zeker. Mede-hobbyisten weer eens te ontmoeten. Ja. Mensen die je op Facebook uitmaakt voor rotte vis. Om in de kooi wereld te blijven. Die daar even een handje te schudden. Goh, wat leuk dat je weer ziet. Nee, helemaal goed. Met al die kooishows. Ja. Iedereen kom je overal weer tegen. Ja. Ik vind het wel leuk hoor. Dat is zeker leuk. Ja. En dan ga je ook weer vissen inzetten, Sander? Nou, dan lopen we alle shows even af. Ja, wij doen alleen een show als we ook vis inzetten. Dus we doen op alle shows mee. Oh ja. Omdat we het niet meer hoeven te hebben van de verkoop op een kooi show. Ja. Mm-hmm. Willen we natuurlijk prijzen. Ja. En we verkopen natuurlijk zoveel vissen dat... Ja, we hebben ook best wel wat showvissen gekocht al dit jaar. Dus we hebben al een hele lijst met vissen die naar een kooi show kunnen. Ja. Dus het wordt voor ons... Het begint al een hele planning te worden. Wanneer moeten ze eruit? Wanneer gaan ze in een aparte bak? Wanneer stoppen met voeren? Dat zijn we nu al mee bezig. Ja. Ja. Zodat we per vis straks weten, oké, die moeten nu uit. En zijn de vissen die je op meerdere shows gaat inzetten? Kijk, als je kijkt naar de Jonge Holland Kooi Show en European Kooi Show, er zit 4 dagen tussen, dat kan niet. Dat kan niet. Dus wat we inzetten op de Jonge Holland Kooi Show kan niet naar... Nee. Nee, kan niet. Nee. Maar ik denk dat de Jonge Holland Kooi Show meer hobbyisten zijn die zelf een vat huren en daar vissen in doen, dan dat wij daar vissen in doen. Mm-hmm. European zeker wel. En die kunnen ook naar Arsen. He, want daar zit dan weer van mei tot en met augustus. Ja, dat kan makkelijk. Zit tijd genoeg tussen. Ja. En Noorderlicht? Noorderlicht is 29 juni. Zou kunnen, maar ik denk niet per se dat de vissen die naar European Kooi Show gaan ook naar Noorderlicht gaan. Dat zou ik niet aanraden. Nee. Dat is te kort op elkaar. Dat is een maandje. Ja, want ik wil toch wel 2-3 weken Kooi Show. En eigenlijk moet je ook weer 2 weken voor een Kooi Show beginnen met voorbereiden. Ja. Dus dat zou dan zou kunnen als er niks gebeurt. Ja. Dus dat risico vind ik te groot, dus doen we niet. In juni, augustus? Juli, augustus. Dat is 2 maanden. Ja, want wanneer is augustus? Ja, eind augustus. 17, 18 en dus bijna 2 maanden. Om een week na. Zes weken zitten er. Ja, dus dat kan wel. Ja, maar ook dat is krap. Ja, ook dat is krap. Ja, maar ook daar, ja. Ja. Maar goed, dat kunnen we als mensen hier vissen hebben zitten die naar een kooishow kunnen. Die mensen weten dat. Dan zou ik zeggen, neem even contact op en dan kunnen we overleggen naar welke kooishow je wil. Ja. Ja, en dat komt helemaal goed. Ja. Dus dat zijn de kooi shows dit jaar. Ja. Ik heb nog eentje extra, want ik heb natuurlijk als de BKS is nog eentje in Japan. De Junior International, of de International Junior Kooi Show. Ja. In Ogiya. Daar zullen wij ook weer proberen wat visjes in te zetten. Mm-hmm. Dat is niet moeilijk altijd. Of niet makkelijk altijd. En de concurrentie is daar moorden. Dus vorig jaar hadden we wel 8 prijzen of zo. Oh. Maar ik weet niet of we... De inkoop voor die vissen is nog niet begonnen. Dat begint nu een beetje. Dus is dat zo? Ja, nu hebben er is ook een junior kooi show. Dus ook daar geldt weer een maximum size. Mm. Nou, dus nu krijg je de betere tossei van de kwekers langzamerhand. Ja. Na het selecteren. Dus nu komen er af en toe wat visjes beschikbaar die ingevuld naar een kooi show kunnen. Ja. Dus ik zou zeggen, wil je dat een keer doen? Hou even onze Facebook in de gaten. Ja. Dan ga je die zeker daar voorbij zien komen. Ja. Maar ja, ook dat, die gaan ook tot een bepaalde size. Ook 65, dacht ik. Ook 65, maar 65 is natuurlijk geen visje. Nee, dat is dan wel Nissai. Maar goed, Nissai gaat, die de winter doorgevoerd is, die gaat wel richting de 65. Ja. Sanzai. Sommige Sanzai zijn al te groot. Ja, dat klopt. Ja. Dus het zal Nissai, jong Sanzai zijn. Ja. Heb je niet iets leuks nog bij Yamamatsu? Is te groot. Ik heb er eentje, die is net te groot. Oh. Ja. Wel, Rick heeft er nog vissen zitten. Ja. Maar ik denk dat die nog een jaartje moet ontwikkelen. Ja, maar het is lastig natuurlijk qua zijn sumi. Dat komt altijd pas. Dat is een moeilijke showvissen. Ja, maar ja. We hebben wel wat kwekers op het oog waar we wat kunnen scoren hoor. Maar ik weet wel dat Ivo destijds, toen wij in Japan waren, heeft Ivo een vis daar gekocht. En die is ook meteen ingezet op de show. Ja, dat kan. Dus dat is klopt. En dus mocht je een keer mee willen spelen op een Japanse kooi show, laat even weten. Er zijn komen vissen genoeg nu beschikbaar. Ja. Dan hebben we, want we zijn bijna door de tijd. Ja. We gaan naar het product van de week. Product van de week. Ja, en dat is een product waar we veel vragen over krijgen. Ja. Wat niet goedkoop is, maar wel eigenlijk noodzakelijk. En daarom gaan we ze gewoon wat goedkoper aanbieden. Onmisbaar zijn ze zelfs. Het zijn microscopen. Ja, het zijn microscopen. Heel goed. Ja. Het ziet er ook uit als een microscoop. Ja, en we hebben eigenlijk 3 modellen. Ja. Wil jij daar wat meer over vertellen?
Nou ja, we hebben drie modellen. En zoals je ziet op tafel, maar niet iedereen. Sommige mensen luisteren. Je ziet een microscoop met één tube. Dus één gat waar je door kijkt. Je ziet er eentje met twee gaten. En je ziet nog een microscoop met één tube. Omdat ik er alles van weet, denk ik dat het niet handig is dat je er doorheen zit schreeuwen. Uit beeld. Maar die met één tube, daar hebben we een instapmodel van. En we hebben een wat geavanceerde model. Ja. En dat betekent eigenlijk, ze zijn allebei even goed. Maar het instellen van de ene microscoop is wat makkelijker dan bij de andere. Bij het instapmodel heb je ietsje kleinere knoppen voor het instellen. Maar hij doet precies hetzelfde. Dus je kan nog steeds hetzelfde zien als met de andere microscoop. Dan hebben jij wel nog wat Eén vraagje. Misschien weet Robert dat. Heeft hij een accu? De instapmodel of alleen stroom? Alleen stroom. Ja, kijk. Dat is verschil. Een enkele kijker is ook een ingebouwde accu. Ja, ook een ingebouwde accu. Ja. Oké. Dus dat is hartstikke handig. Dus die kan je makkelijk meenemen langs de vijver. Ja. Dus die moet altijd met de stekker. Ja. Deze zitten. Hadden ze mijn tijd moeten hebben. Ja. Ik moest altijd met die dingen naar binnen lopen. En dan een tekort snoertje, verlengsnoer erbij en dat soort zaken. Maar goed, tot de zijde. Accu is dus makkelijk. Ja, goed. Aan de andere kant, als je binnen zit. Ja. En je hebt een binnenvijver. Ja, nee, maar goed. Je hebt het afstrijkje gemaakt. Je gaat binnen zitten. Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook makkelijk. Ja. En dan hebben we er eentje met een dubbele tube. Dus daar kijk je met beide ogen doorheen. Ik vind het persoonlijk een fantastische microscoop. Voor mij kijkt het makkelijker dan met één tube. Misschien heeft dat te maken met, met mij. Hartstikke goed model. Ook een ingebouwde accu in. Bij alle microscopen zitten vier vergrotingsmogelijkheden. Waarbij ik weet uit ervaring gebruik er meestal maar drie. Dus niet de allersterkste vergroting. Die gebruik ik niet. Jij wou wat zeggen daarover? 40 keer vergroten, 100 keer en 400 keer vergroten. Dus drie keer. Ja, en ja drie vergrotingen. Die hebben we niet. Ja, maar er zit wel een gat voor. Ja, je kan nog een andere in doen, maar in principe de basis zitten er drie in. De basis zitten er drie bij. 40 keer, 100 keer, Oké, dat is 400 belangrijk. Keer. Ja. En uiteraard, kijk, we hebben vorige keer gesproken over wat belangrijk is met het opstarten. Dat is filter. Ja. Dat heeft te maken met je waterkwaliteit. Ja. Je filter moet opstarten, maar start er dus niet goed op. Kan het zijn dus dat je probleempjes krijgt met je vissen en je wil graag weten, wat is er nou aan de hand? En dus een microscoop is eigenlijk onmisbaar. Het is ook een fantastisch leerzaam apparaat. Ja. Het is, het geeft je zoveel inzicht in wat er op een visser eigenlijk afspeelt. Of zelfs in de wand van je vijver zich afspeelt. Gewoon hartstikke leuk. Dus ook vanuit dat oogpunt, je hoeft geen kooidokter te worden, maar vanuit dat oogpunt van het leerzame is het zeker waard om zo'n ding aan te schaffen. En je bent er sneller bij, hè? Ja. Je bent er veel sneller bij. Je kan ons bellen of iemand anders die. Maar je bent dan vaak een paar dagen verder. Ja. Snelheid is bij ziektes zeker. En het gebeurt altijd inderdaad op dagen dat het winkel gesloten is of wat dan ook. Ja. En dan kan je het allemaal zelf doen. En ook als er niks aan de hand is, er zijn heel veel hobbyisten die meten hun vissen. Die vinden het leuk om te weten van, oké, is hij nou 3 centimeter groeit of 13? Ja. Neem even een afstrijkje en kijk eens even wat er op zo'n vis zit. En dat is gewoon altijd handig om te doen. Ik wou nog iets zeggen, maar dan ben ik inmiddels kwijt. Wat we krijgen dus, als je een microscoop aanschaft, dan doen wij er een setje glaasjes bij en afdekglaasjes. Want op zich, als je een afstrijkje neemt, dan moet je eigenlijk een beetje een druppeltje water erop doen en dan het afdekglaasje erop. Dan heeft ook nog een ander voordeel. Je duwt niet, zeg maar, als je te ver draait, je vergrotingsding in het slijm. Want schoonmaken is ook altijd een lastig dingetje. Verder hebben we nog een actie. Omdat we hier praten over waterkwaliteit, we praten over viskwaliteit, we praten over gezondheid van de vis, doen we het boek Kooibijbel Waterkwaliteit erbij. Ja. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk, we hebben het er al een keer eerder over gehad, een hartstikke gaaf boek. Ja, geweldig met boek. Met inzichten voor zowel de beginner als de iets verder gevorderde en de superspecialist. Ja. En in het boek staan heel veel termen, heel veel onderwerpen. En die worden dus aangegeven in groen, geel en rood. Ja. En
Groen is voor de echte beginner, gewoon om de basisinformatie te hebben. Ben je wat meer geïnteresseerd, kijk je, lees je ook de gele stukken. En ben je bijna een waterkwaliteit nerd, dan kijk je ook naar de rode... Waterkwaliteit nerd, mooi woord. Ja, waterkwaliteit nerd. Dus drie keer woordwaarde is 97 punten bij Scrabble. Dus bij aanschaf van zo'n microscoop krijg je dus en de glaasjes van €20... en het boek De Kooibijbel van €39,95 krijg je er gratis bij. Precies. Dus ja, nou, dat is een super aanbieding. Dat lijkt mij ook. En, ja, en waarom is die aanbieding ook zo leuk? Misschien zit je er wel over te denken over zo'n microscoop. Nou, ik denk dat nu het moment is om er serieus over na te denken. Ja. Het is helemaal compleet. En we hebben geen honderden op voorraad. Nee. Nee, en ze worden steeds moeilijker te verkrijgen. Dus deze kunnen we nog voor deze prijs aanbieden. Ja, en de prijzen zijn... Die is het instapmodel, was €2,95, wordt €2,25. Plus dan de dingen erbij. Ja. Deze was €3,95, wordt €3,25. Dat is dus de geavanceerde... Ja, met accu. Met accu. Inclusief boek €3,25. En met één tube. Ja, en de dubbele kijker is €5,95 en die wordt €4,95. Ja. Inclusief setje, accu'tje, stroom, boek, alles. Ik zou zeggen... Ja. Nou, het eerst komt wie het eerst maalt. Ja, we hebben er nog vijf, waarvan deze drie. Dus dan is het ook op. En ik weet niet of we dit jaar nog krijgen voor die prijs. Nee, dus, dat weet ik zeker. We krijgen ze zeker niet meer voor deze prijs. Het geld op is op. Want anders is het... Heel goed. Ja. Nou. Dus dat is het product van de week. We gaan ook afronden, want we zitten alweer lekker ver over de tijd. Ja. Ik verheug me nu al op de volgende podcast, want dan gaan we het over Robert de Vijver hebben. Die toch nu serieus voor me krijgt en... Wat toch al een beetje af begint te... Ja, jongens. Of niet? Het wordt echt mooi. Ik beloof jullie dat we daar wat foto's en filmpjes... Ja, je hebt nog twee weken nu om eventjes te klussen aan je vijver... voordat we die podcast gaan doen. Jongens, dus, dit wordt mooi, jongens. Nou. Dankjewel, Egon. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Robert. Dankjewel. Vergeet niet ons even te liken. We zijn over 50% abonnees heen, zag ik. Dus dat betekent dat meer dan de helft die kijkt is ook geabonneerd. Maar als je er nog niet bent, klik even op dat duimpje en het belletje. Dan krijg je ook een melding als er een nieuwe podcast is. En voor de rest, alle informatie staat onderin deze video. Dus ik zou zeggen, wil je iets teruglezen, kijk daar even. Ja. En tot de volgende aflevering.